Gemeente, wij doen de Bijbel vanmorgen open in het boek Openbaring. En wij lezen met elkaar Openbaring 19, vers 6 tot 10. Daar staat in mijn Bijbel boven de bruiloft van het Lam. En dat geeft natuurlijk hele mooie lijnen naar het heilig avondmaal. Dus wij lezen met elkaar Openbaring 19, vers 6 tot 10. Openbaring 19 vanaf vers 6. En dan lezen wij het woord van onze God, en ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van veel water en een geluid als van zware donderslagen. Halleluja! Want de Heere, de almachtige God, is koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heilige. En hij, dat is de engel die met Johannes sprak, en hij zei tegen mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God en ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden. Maar hij zei tegen mij: "Pas op dat u dat niet doet. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders die het getuigenis van Jezus hebben aanbidt God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie." Tot zover onze schriftlezing. En we gaan straks in de preek nadenken over woorden uit vers 9. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. Gemeente, Gemeente, iedereen maakt dat wel eens mee, denk ik. Iemand belooft je iets en je maakt een afspraak mondeling, maar je zou liever willen dat dat op papier staat. Dan staat het zwart op wit en, en dan geeft dat zekerheid. Hou vast. Toch? Maar, maar, maar er zijn ook wel andere gevallen bekend waar, waarin je het fijn vindt als dingen soms op papier staan. Kijk, zelfs als je verliefd bent, hè. Als je van elkaar houdt en verliefd bent, dan, dan zeg je dat soms zo rechtstreeks. Ik hou van je. En dat is bepaald niet niks om te horen, toch? Maar een brief krijgen waarin dat staat zwart op wit, dat is weer wat anders. Daar kijk je naar. Dat lees je nog eens over. Dat pak je er nog eens bij. Daarin zie je de hand van de ander, zwart op wit. Wisten jullie, jongens en meisjes, dat de Bijbel door sommige mensen ook wel eens een brief wordt genoemd? Dat weet je toch wel? De Bijbel. Als een brief van God. En die schrijft hij dan aan mensen. En wij mogen die brief dan uh, lezen. Dat is mooi eigenlijk, hè? Dat je dan in de Bijbel kunt lezen gewoon. wat God zegt. Omdat het er gewoon echt in staat. Misschien heb jij ook wel eens een brief van iemand gekregen. Misschien wel eens een liefdesbrief. Zo stiekem, van iemand die op jou verliefd was. Maar dat is best mooi, hè? Dan heb je zo'n echt briefje. Waar het echt in staat. Weet je, mevrouw Messenmaker, die stuurde mij vroeger ook liefdesbriefjes. En ik ook aan haar. En weet je wat erin stond? Dat vertel ik niet. Nee, dat is alleen voor mij. Maar ik las ze natuurlijk wel graag. Dan kon ik zien wat ze tegen mij zei. En soms, jongens en meisjes, las ik het wel honderd keer over. Nou, dat mag je met de Bijbel ook doen. De Bijbel is een brief, onthoud dat maar. En God stuurt hem jou. En je moet hem wel duizend keer overlezen. Zwart op wit staat het dan, gemeente. En Johannes op Patmos, die daar verbannen is door de keizer van het Romeinse Rijk, die moet ook de pen ter hand nemen. Er is een engel die hem begeleidt en die geeft hem bevel een gelukwens op te schrijven. Noem het een zaligspreking. En voor wie dan? Nou, voor de gasten die genodigd zijn tot de bruiloft van het lam. Aan hen moet hij schrijven: Zalig ben je als je geroepen bent tot het avondmaal. Hoort u dat? De heiland wil het zelf zwart op wit zetten: Zalig ben je als je straks een bruiloftsgast bent. Als je mag horen bij, bij al diegenen die straks voor eeuwig bij de Heer Jezus mogen zijn in die hemelse heerlijkheid. Op dat hemels avondmaal. En met dat avondmaal, waar, waar het in openbaring 19 over gaat. Met dat avondmaalgemeente wordt de Heerlijke, zalige gemeenschap met de Heer Jezus bedoeld. Straks voor eeuwig. Is mooi. En die beeldspraak over dat avondmaal, die beeldspraak kom je vaker tegen in de Bijbel. Jezus gebruikt Hem zelf toch? In die gelijkenis van dat grote avondmaal in Lucas 14. Daar worden ook genodigden geroepen om te komen naar dat avondmaal. En wat, wat is dan avondmaal vieren in dit geval? Dat is gemeenschap hebben. Dat, dat is een innige band ervaren als je met iemand de maaltijd viert in de Bijbel, dan, dan hoor je bij elkaar. Dan deel je iets. Zalig ben je als je daartoe geroepen bent, horen we vandaag. En Johannes op Patmos moet dat opschrijven, zwart op wit, zodat u en ik het ook vanmorgen horen. Want hoe hadden we het anders moeten weten? Klinkt, het klinkt trouwens wel een beetje wonderlijk, vindt u niet? Zalig ben je als je geroepen bent. Er staat niet, zalig ben je als je op de bruiloft bent. Dat is natuurlijk ook waar, dan ben je zalig. Maar, maar het klinkt vandaag anders. Zalig ben je als je een geroepene bent. Misschien zijn er wel vanmorgen en die zijn er altijd wel bij de viering van het heilig avondmaal, die denken, als ik er eerst maar weer zit en weer ben, dan, dan is het in orde toch? En, en soms, soms zit daar voor jezelf ook wel wat moeite toch? Dat kan toch? Maar weet u, maar weet u wat de Heer vandaag zegt? Als ik roep, zit daar al iets van zaligheid in. Dan ben je een bevoorrecht mens. Zalig als je geroepen bent. Zalig betekent zelfs gered. Je bent gered als je geroepen bent. En dat is toch ook zo, gemeente? Wie, wie geroepen wordt, die wordt vanmorgen direct aangesproken. Ook vandaag. En dat is niet niks. De meeste mensen in deze wereld worden vandaag niet geroepen. Ze horen die roep helemaal niet. Of ze willen die roep ook helemaal niet horen. Maar u, u mag het horen. Hij roept u. En hij die u roept is ook nog eens de getrouwe, zegt Gods Woord. Gemeente, je, je zult maar geroepen zijn. Een zondaar die, die uit zichzelf nooit komen kan, die het uit zichzelf ook nooit horen kan, die zichzelf niet bekeren kan. Dat is toch zo, of niet? En toch hij roept. En, en zalig ben je als je dat overkomt. Gemeente, beseft u dat? De Heere zet het vandaag zwart op wit. Ik verzin het niet. Ik lees het u voor uit die goddelijke brief van de Almachtige. Zodat het u en mij niet kan ontgaan. Zalig als je geroepen bent. En, en gemeente, hij roept hè. Hij roept. Dat is niet fluisteren. Zodat je me nauwelijks hoort. En dat is ook niet gewoon zeggen. Zodat het allemaal maar zo half halfjes binnenkomt. Maar dat is met luide stem laten horen. Dat is roepen, toch? Jongens en meisjes, als je iemand roept, dan doe je wel eens je handen voor je mond, toch? Dan zeg je, hallo, je moet me horen. Eigenlijk, jongens en meisjes, doet God dat ook. Hij roept uit de hemel, zodat jij en ik het horen. En dominees, hij gebruikt mijn mond en de Bijbel om jou en mij het te laten horen. Gemeente, het is niet luisteren. Een kind snapt het. Kijk, als je je kind roept... Dan is dat toch ook luid en duidelijk. Maar, 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 maar als uw kind nou gevaar loopt. Dan, dan roep je toch uit alle macht. zalig als je geroepen bent. Gemeente, de Heer, zou je kunnen zeggen. roept met, met luide stem, met aandrang. En weet u waarom? Waarom? Omdat Hij niet wil dat je verloren gaat. Daarom staat er ook. Zalig die geroepen zijn. Zalig betekent gered ben je, word je. Als je geroepen wordt. En weet u waarom hij roept? Waarom hij roept? Omdat hij niet wil dat zondaren verloren gaan. Omdat zondaren, u en ik, in gevaar zijn. Omdat we altijd maar dreigen opgeslokt te worden door de wereld en de zonde. Een gemeente, hij roept omdat we, omdat we in onszelf zo doof zijn omdat het anders niet binnenkomt. Daarom roept hij. Daar zit aandrang in. De Heer bedoelt eigenlijk, je, je, je mag het niet missen. Jongens en meisjes, wij waren een keer op vakantie in een ver land in Kroatië. En wij gingen in een haven gingen we kijken. Dat vinden wij mooi. En er lag een heel groot schip in de haven. En dat schip, dat daar was een heel dik touw. Liep er van dat schip zo, dat weet je wel. Want het schip moet natuurlijk vast liggen aan de haven. En weten jullie dan ook dan aan het eind van zo'n touw zit een lus? Dat heb je toch wel eens gezien? En die lus zit om zo'n hele grote ijzeren. Dat heet een bolster. Daar zit die lus dan omheen. En waarom is dat? Nou, dan, dan ligt dat schip vast. Dan kan hij niet weg. ...als het waait of stormt. En een van onze kinderen was op die bolster gaan zitten. Dat, dat ijzeren ding. Hij was erop gaan zitten. Maar daar zat ook die lus in. Maar die lus, jongens, die lag nog los. Dat hadden wij niet gezien. En wij hadden niet zo goed opgelet. En ineens, jongens en meisjes... ...ging dat schip een beetje varen. Dus dat touw... ...dat trok strak. Maar het was een heel groot schip. En het beentje van onze dochter... ...ze was nog heel klein... ...die zat ertussen... Wat denk je dat wij deden? Je denkt toch niet dat wij zeiden, hé, hey, even opletten. Nee, je zal het maar niet voordoen. Maar we hebben keihard geschreeuwd. En toen wij keihard schreeuwden, hadden ze plotseling haar beentje omhoog. En zo ging dat touwen tegenaan. Als ze dat niet gedaan had, had ze nu geen been meer. Dat doe je toch? Jullie zeggen, dat doe je, want iemand is in gevaar. Dan wil je dat er niks ergs gebeurt. Nou, dat doet de Heere God eigenlijk ook. Hij doet heel hard roepen, hij doet tegen je praten, hij, hij laat altijd maar weten wie hij is en, en wie de Heer Jezus is. Omdat hij ook graag wil dat jij gered wordt en bij hem in de hemel komt. Gemeente, daarom wordt er geroepen. En weet je wat trouwens ook nog zo mooi is aan dat woordje roepen? Dat woordje roepen in de grondtekst betekent niet alleen met een luide stem iets laten horen, maar, maar dat betekent ook nog eens juist uitnodigen. Uitnodigen. Dus roepen, dat is in het Grieks hetzelfde woordje als uitnodigen. Nou, je weet toch wel wat uitnodigen is? A uitnodigen, dat is laten weten dat je iemand erbij wil hebben, toch? Je, je geeft een feest en je wil dat bepaalde mensen daarbij zijn. Dan nodig je ze. Dan stuur je dus een persoonlijk appje of een briefje of een kaart. Die nodig je uit. Die, die horen bij de intimi. Die, die wil je erbij hebben. Gemeente, weet je wat de Heer doet. Hij nodigt uit, zijn roepen is een nodige, omdat hij zondaren erbij wil hebben. De niksen en de nullen, de horen en de tollenaren, die werden door Jezus geroepen. Weet u wel, Sagheus, die in de boom zat, een uitgekotste tollenaar, die in de ogen van het vrome jodendom er zeker niet bij hoorde. Maar Jezus zei: Sagheus. Kom nou naar beneden, man uit die boom, ik moet nu in jouw huis zijn. Hij riep hem, hij nodigde hem. Gemeente, zalig ben je als je uitgenodigd bent. Gemeente, de Heere wil blijkbaar intiem zijn met zondaren. Hoort u dat? En dringt die stem tot u door en tot jou. Een uitnodiging die zwart op wit staat, toch? En wat het nog mooier maakt... Dat is dat het ook eigenlijk heel persoonlijk is bedoeld. Want dat, dat woordje roepen, dat betekent uitnodigen, dat zei ik u al, maar het betekent iets specifieker, uitnodigen op naam. Op naam. Nou gemeente, dan wordt het wel heel persoonlijk toch? Dan wordt er niet in het wilde weg genodigd. Maar dan nodigt God u en jou en mij bij naam. Ik heb u bij uw naam geroepen, zegt Jezaja 43. Gemeente, de Heer roept en trek niet in het wilde weg, maar heel persoonlijk. En dat staat dus ook zwart op wit vandaag. Je naam, net als op een trouwkaart die je krijgt, die staat ook op naam. Je bent persoonlijk uitgenodigd, toch? Gemeente, neemt u die nodiging serieus? En kijkt u goed, u, uw, uw, naam, uw naam wordt door hem genoemd. En weet u vandaag niet voor het eerst? Misschien zit er wel iemand in de kerk die zegt, ja ik, ik hoop zo dat ik die naam dan hoor en dat God ook mij roept. Hij, hij riep u al bij uw doop. Dus bij de doop al begonnen, toen riep hij uw naam. Ik heb je lief, als een vader. En ik geef voor u en jou mijn zoon omdat ik je erbij wil hebben en ik roep je uit het duister tot mijn licht. En vandaag, gemeente, roept hij opnieuw bij die naam. Ik heb u bij uw naam geroepen, persoonlijk. En bij dat met naam geroepen worden, las ik in het woordenboek tenslotte nog iets heel moois. Het is ook, staat er, geroepen worden bij de naam of bij je bijnaam. Heeft u een bijnaam? In Katwijk, waar ik vandaan kom, heeft iedereen een bijnaam. En sommigen zijn echt niet zo mooi. De man van wie wij het huis huurden vroeger heette Piet de Vlaukert. Dat is op zijn Katwijk Piet de Vloekert. Nou, zo wil je toch niet heten? Maar zo heette hij wel met zijn bijnaam. De meeste bijnamen waren niet zo fraai. Maar hier staat dat God me dus bij mijn bijnaam roept. Ik moet u zeggen, dat, dat raakte me eerlijk gezegd wel heel erg diep. Want, want roept hij mij ook bij mijn bijnaam. Ik heb ook een bijnaam. Nee, ik bedoel niet mijn Katwijkse bijnaam. En u heeft diezelfde bijnaam als ik. Onze bijnaam is Adam. Ik ben kind van Adam, zegt het woord van God. Dat is mijn bijnaam, Marinus van Adam. En op die tweede naam ben ik niet zo trots. Mijn bijnaam is dat ik een zondaar ben van Adam. Dat ik vijand ben van God. Dat ik van de Heer afgevallen ben. Dat ik Zijn vijand ben geworden. Dat ook ik in Adam gezondigd heb. En dat de zonden van Adam ook mijn zonden zijn. En weet u wat de Heer nou doet? Hij roept me bij mijn bijnaam. Nota bene, zoals ik pas in een mooi lied hoorde. Dat lied dat zingt, Kom dan, o oh zondaar. En zie nu het lam van genade. Hij kwam voor ons en hij maakte van zonde mij vrij. Nog is het, het is nog de tijd van verzoening. O kom toch te stade. Hij wil het geven, zijn leven voor u en voor mij. Kom dan, o zondaar. En ik kan het haast niet geloven. En toch doet hij het. Want zo lees ik in de gelijkenis die Jezus vertelt over de bruiloft van het lam. Hij roept mensen in de heggen en in de steggen. Mensen die achteraan staan. En hij noemt ze bij naam en bijnaam. En dat doet hij ook vandaag. Ook van morgen. Nee, nee, je bijnaam is niet dat je bekeerd bent, of vroom genoeg, of overtuigd. De Heer roept geen bekeerde mensen of vromen of overtuigden. Die hoeft hij niet meer te roepen. Hij roept mensen heel persoonlijk, luid en duidelijk. Bij hun bijnaam. En wat is eigenlijk uw bijnaam? Ook van Adam toch? Luister dan maar zo vanmorgen naar de teksten, naar de roepstem van Jezus. En zo schreef je Johannes op. Uit, uit de mond van Jezus. Zalig ben je, als je je zo geroepen weet tot de bruiloft van het lam. En zegt de Heer er dan vanmorgen bij, kom dan, dat is de nodiging, want bij mij zijn alle dingen gereed. O ja, voor wie zei u ook alweer? Nou, voor mensen weet u nog, die geroepen worden bij hun doopnaam en, gelukkig, ook bij hun bijnaam. Voor hen is de tafel des Heren een plek om te verkeren. Amen.